Goedenavond, dit is PNM Actueel met vandaag. Slagerij Rutte wint Easy to be Green Award. Music for Brains haalt geld op voor hersentumoren. En Jacques Jacobs presenteert fotoboek. Slagerij Rutte uit Panneke bespaart het gemakkelijkst energie. Dat vindt MKB Nederland. De slager wint daarmee de Easy to be Green Award, een prijs die door MKB Nederland en haar kennispartner Essent wordt uitgereikt aan de ondernemer die op eenvoudige wijze energiebesparende maatregelen in zijn bedrijf toepast. Nou, het is een ongelooflijke ervaring. Zoveel bedrijven die genomineerd waren. Er waren 625 bedrijven die zich opgegeven hadden. Uiteindelijk zijn we met 3 overgebleven. Ja, en dat je dan ook nog eens winnaar uit de bus komt, dat is ja, gigantisch. De Panneke slager dankt de prijs aan het gemak waarmee hij het energieverbruik en de bijbehorende kosten in zijn onderneming heeft weten te verlagen. De basis werd gelegd in 2010 met de aanleg van een centrale koelinstallatie. Die installatie heeft 12 koelmotoren vervangen. En dat zorgde voor een enorme reductie van energiegebruik. Daarlangs werd de warmte van die vorige machines gewoon weggeblazen in de buitenlucht. En die wordt nu via platenwisselaars omgezet in warm water. En dat brengt dus ook nog eens 1000 liter warm water per dag op. Dus ja, aan die kant hebben we ontzettend veel gas bespaard, ongeveer 70%. Omdat alle bestaande boilers in ons bedrijf eruit konden. De jury, bestaande uit onder meer Helga van Leur, prees vooral de eenvoud en kopieerbaarheid van de genomen maatregelen. Aan de Easy to be Green Award is een bedrag van €2500 verbonden. Daarmee wil Rutte het bedrijf nog verder verduurzamen. We zijn eigenlijk doorlopend bezig om te kijken om een kostenreductie te krijgen op energie. Dus op het moment zijn we bezig eventueel over te schakelen op LED-verlichting. Die verbruikt nog minder dan de verlichting die we op dit moment hebben. En we zijn aan het kijken voor een andere lichtreclame aan de buitenkant. En dat wordt dan zeer waarschijnlijk ook een LED-verlichting. Het bedrijf staat niet stil en duurzaamheid ook niet. Dat is een continu proces. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor onderzoek naar hersentumoren. Het houdt mij al flink bezig. Begin november wandelden meer dan 1100 mensen mee met de Walk for Brains. Dit was een initiatief van Mieke Luiten, Joost Kranenbroek en Judith Wekers. Judith kreeg in 2011 te horen dat zij een hersentumor heeft. Deze ziekte kan op de dag van vandaag niet overwonnen worden. Afgelopen zaterdag kreeg de Walk for Brains een vervolg met een benefietoptreden onder de naam Music for Brains. Joost en Judith ken ik al een hele tijd en ik hoorde van het verhaal van hun en ja, dat was toch wel zo ingrijpend. Dat na het lezen van de Walk for Brains dacht ik van ik wil graag iets betekenen voor hun en zodoende is dit ontstaan. Ik ben bij Andrea geweest en heb dit voorgelegd en zij was heel enthousiast om daaraan mee te werken, dus vandaar. Helemaal schitterend. Ik vind, het is als een geschenk uit de heldere hemel eigenlijk gekomen. Iets wat we totaal niet hebben aanzien komen. We hebben zelf de Walk for Brains georganiseerd. Enige weken geleden zijn daar heel veel mensen op afgekomen. En op die voorbereidingsavonden kwam ook in één keer Rob Leurs naar ons toe. En hij is iemand van de band Boeiend. Die met een complete verrassing voor ons bij ons aan de deur stond. Tijdens de benefietavond trad de band Boeiend belangeloos op. Jaarlijks worden er voor de stichting Stop Hersentumoren door scholen, clubs, instellingen, bedrijven en particulieren vele acties georganiseerd. Deze inkomsten zijn voor onderzoek naar hersentumoren heel erg belangrijk. Dat vindt ook Andrea van Beuningen, café-eigenaar. Haar zoon Arjan overleed een jaar geleden aan een zeldzame vorm van kanker in zijn ruggenmerg. Ja, ik heb zelf een zoon verloren, een hersenstamkanker. Een kanker waar nog nooit onderzoek naar gedaan is. En hetzelfde met hersentumoren, er wordt te weinig aandacht aan besteed, omdat de kankers die meer voorkomen voorrang hebben. En als het je gebeurt, dan wil je niets liever als dat er onderzoek gedaan wordt. En zodoende hebben we dit met Rob Leurs heb ik dit opgezet om Judith ook daarmee te kunnen helpen misschien nog.
We hebben zelf onze zonen ook een stichting opgezet. En het was ook de bedoeling dat hij er misschien nog profijt van had. Voor de Walk for Brains werd zo'n 22.500 euro opgehaald. Zaterdag tijdens de Music for Brains werd bekend dat het bedrag met zo'n 2000 euro is toegenomen. Meijl leeft mee met de inwoners. Ik moet zeggen, het is typisch Meijls. Als er iets aan de hand is, dan zijn ze er wel. Dan staan ze er echt voor open en dan zijn ze er. Dus. Het is echt Meijls. Ik weet niet, heel hek. Binnenkort wordt het opgehaalde geldbedrag van de Music for Brains bekendgemaakt op www.walkforbrainsmeijl.nl. Fotograaf Jacques Jacobs presenteerde vrijdagavond in Beringen zijn bijzondere fotoboek Limburgse topsporters in beeld. Voor dit boek richtte hij zijn cameralens een jaar lang op 100 Limburgse topsporters met nationale of internationale successen die minder bekend zijn. Gaandeweg ben ik erachter gekomen dat ik gewoon eigenlijk los van deur de Europees kampioen kickboxen en de wereldkampioen kickboxen gewoon helemaal niks van aard is. Totaal onbekend is eigenlijk. Dus zo onbekend dat ze nog eens genomineerd is voor het sportjaar en zo. De sporters zijn gefotografeerd op bijzondere locaties buiten het sportveld. Ik heb andere foto's hebben dan anders eigenlijk, zeg maar. En daarbij, er zijn heel veel sporters bij, die worden dus gewoon alleen maar sporten. Kijk, want de oudste sporter wat erin staat is ondertussen al 82 jaar of zo. Ja, die kan ik geen sportpark meer aan laten doen natuurlijk. En dan voor de lezer is dat ook geweldig om te zien eigenlijk. En die sporter op een andere manier tentoonstellen, dat is eigenlijk heel bijzonder in dit boek. De samenwerking tussen de fotograaf en sporter kwam vaak op bijzondere wijze tot stand. Ik ging naar het gemeentehuis voor een pasfoto voor een Russisch visum. En toen kwam dat te sprake met Jacques. Ik wist niet of hij dat wist. De achtergrond, daar moest een bepaalde kleur zijn, geloof ik. En toen vroeg hij waarom ik naar Rusland ging, voor werk of voor hobby of vakantie. Ja, toen kwam het via het sport te sprake. En zo is dat een beetje gekomen. Nou, ik vond zelf al dat ik in het boek moest, dus ik heb Jacques gebeld. Een gedeelte van de opbrengst van het boek gaat naar het talentenfonds van Topsport Limburg. Ja, dat is geweldig. Het is niet alleen dat we daar zeg maar bedrag voor krijgen, maar het is ook de symbolische karakter daarvan. De topsporters die er zijn, maar dat je dan als topsporter in dat boek staat en dan vervolgens ook nog de talenten die kans geeft. Ja, dat is voor ons alleen maar, en ook voor de talenten, om misschien ooit ook eens in dat boek te komen. Dat is helemaal geweldig. Jacques Jacobs gaat nu aan de slag met een fotoboek over topsporters in Nederland. En tot zover PNM Actueel voor deze week. Heeft u een nieuwstip voor de redactie? Mail naar redactie@peelmaas.com. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week.